Wacht even. Yes. De haar. Oké, de haar zit cool. Klopt, Mercurius gaat vandaag direct, maar ik zeg niks. Dat is ook de reden waarom ik niet in de Facebookgroep live ben op dit moment. En dat heeft te maken, ik wilde gewoon zonder stress beginnen. En, maar goed, toen had ik dus problemen met mijn met de wifi hier. Dus uiteindelijk is het, hoe laat is het? 11 uur 12? Hoe laat is het nu? Even kijken. 11 uur 14, 11 uur 13, maar goed. Ik was om 11:11 zat ik helemaal klaar. Oké. Dit is de week van 2 november. Welkom allemaal. En hartelijk dank voor het kijken. Dat jullie meedoen vandaag. Ik hoop dat iedereen er zin in heeft. Ondertussen neem ik ook op voor op YouTube. Dus altijd een shout-out. Een dikke virtuele knuffel. En natuurlijk grote dankbaarheid gaat uit naar al mijn YouTube-abonnees. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Bij 1500 abonnees is er weer een mooie giveaway. En sowieso elke 18e van de maand geef ik een reading weg. Dus ik zit nu bijna op... goeie vraag. Ik denk dat ik 1180 sowieso heb. Ik moet nog even kijken. Ik kijk natuurlijk niet elke dag. Ik ga bijna laten zeggen, ik zit bijna op 1200 en ik wil graag naar de 1500 en naar de 2000. Want hoe meer abonnees ik heb, des te meer YouTube mijn video's toont, des te groter bereik van mensen ik kan inspireren. Dus dank jullie wel aan al mijn abonnees. Ondertussen schud ik hier verder. Ook mijn grote dank gaat uit naar iedereen die mijn YouTube-kanaal support door middel van een donatie. Het zij via PayPal, het zij via Tiki. Dank jullie wel, dank jullie wel. Jullie steun wordt enorm gewaardeerd door mij. Maar ook de lieverds die mij een bericht sturen, de comments achterlaten onder mijn video's. Maar ook via Instagram. En als je mij nog niet volgt op Instagram, zou ik wel even doen. Want daar ben ik het meest actief. En... elke dag in mijn story deel ik kaartjes die ik voor het collectief trek. Nou ja, gisteren had ik een videoboodschap gedeeld over de heftige energie die we op dit moment voelen. Dus als jij ook zoiets hebt van op dit moment dat je de heftige energie voelt. Misschien zit je niet lekker in je vel, gaan dingen niet zoals je wilt. Of je hebt te maken met zoals wat ik heb dan, dat je wat vermoeid voelt. Dus wat sneller moe bent. Ja, of je bent gewoon emotioneel, of je hebt heel lang je tweelingziel niet gesproken. Nou, dat had ik gisteren allemaal als oppepper, had ik dat als video opgenomen voor iedereen. Heb ik trouwens ook een video van opgenomen, speciaal voor de leden in mijn Facebookgroep. In mijn besloten Facebookgroep voor de tweelingzielen. Want ja, persoonlijk heb ik er niet zo heel veel last van in die zin dat ik me niet emotioneel voel. Of dat ik geen zin heb, of dat ik me niet, hoe zeg je dat... Voorheen kon ik daar echt wel last van hebben. Hè? Van de maan, van Mercurius retrograde, die vandaag direct gaat. Maar dat betekent niet dat je niet meer niks meer te maken hebt van waar je de afgelopen dagen mee te maken hebt gehad als het gaat om Mercurius retrograde. Nee, hij gaat vandaag wel direct. Maar goed, je blijft de vertraging in de energie misschien nog voelen. Of de miscommunicaties of apparaten die niet goed functioneren. Nou, als ik kijk naar mezelf, ik ben nu al sinds zondag ben ik bezig met bepaalde dingen aan het uploaden. En eerst geloofde ik niet in Mercurius retrograde, tot aan een paar jaar geleden. Toen, nou ja, elke video die ik wilde uploaden, daar was ik echt één dag mee bezig. Was echt heel erg. En de afgelopen dagen heb ik daar ook echt wel last van gehad. Dat ik steeds de dingen die ik af wil ronden, dat kwam maar gewoon niet af. En... voorheen kon ik daar echt wel, hè, vooral dan komt de perfectionist in mij omhoog. En ik heb behoorlijk lang en veel en goed aan mijn perfectionist gewerkt. Maar die komt dan omhoog. En dan krijg ik dat stemmetje, hè, in dat negatieve stemmetje, misschien ken je dat wel. Waarbij je jezelf lekker gaat bekritiseren en weet ik veel wat allemaal. En dan is het allemaal weer niet goed genoeg. En in het verleden...
dan ga je ook nog andere mensen erbij betrekken. Hè? Want wat gaan andere mensen over je denken? En wat gaan andere mensen van je vinden? En hoe gaan ze over je praten? Nou, je kent, iedereen kent dat wel, toch? Laat even weten dat die bla 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 bla, wat je dat hoort. Dus gisteren, toen kreeg ik daar weer bijna last van. Ik voelde gewoon dat ik dacht, want ik was al 2 dagen bezig met iets aan het afronden. En het kwam me gewoon niet af. Terwijl het is heel eenvoudig, voor mijn gevoel dan. Dus ik was echt tegen de stroom in aan het gaan. En toen dacht ik, weet je, dus als je hier ook last van hebt, dan geef ik je een suggestie mee. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon iets doen waarmee ik mezelf kan oppeppen. Dus ik ging googlen naar een TED Talk. Die kennen jullie wel, hè, de TED Talks, hè. Laat even weten of je, je bekend bent met TED. T-E-D en dan de Talks. De TED Talks die je dan kan googlen. Volgens mij hebben we hier ook een TED Talk voor women in Amsterdam. Speciaal voor vrouwen. Ja, in Amsterdam. En daarnaast hebben we ook nog de TED Talks die je dan bekijkt op YouTube. Dus laat even weten als je ermee bekend bent. Dus ik ging luisteren naar een TED Talk. En het was een hele interessante TED Talk. Want ik ging bewust zoeken naar perfectionisme. TED Talks over perfectionisme. En toen kwam ik bij, en overal zag je, don't strive for perfection, but strive for progress. Of, dat zeg ik ook heel vaak hoor. You don't have to be perfect. Of iets, weet je. En toen was er 1 TED Talk van een meneer. En daar stond dus, strive for perfection. Of aim for perfection. Toen dacht ik, hey, die ga ik luisteren. Die moet ik horen. Want ik ben heel benieuwd naar zijn visie. En wow, die was echt mindblowing. Die was echt dat ik dacht van, oké, dit is een hele andere manier ervan om daarnaar te kijken. En die meneer zegt ook van, hoeveel zelfhulpboeken en goeroes ook meegeven. Hè? Dat is onze maatschappij. Wat we dan eigenlijk doen is, we geven aan iedereen mee om niet naar perfectie te streven. Maar genoegen nemen met je best doen. Nou ja, als er één zin is. Even kijken, TED Talk is hier niet gekend. Google eens een keer. Anders kan ik je wel wat sturen. Dat is echt leuk. Het is echt heel, heel inspirerend om te luisteren naar hoe andere mensen over bepaalde zaken denken. Het is een podium. En dan krijgen mensen volgens mij 15 minuten op. Of iets langer of korter. En dan kunnen ze hun visie op hun verhaal. Of het thema waar de TED Talk over gaat. Kunnen ze dat dan geven. En dat is echt heel inspirerend. Ik vind het heel inspirerend. Maar goed. En toen dacht ik van, ja, hij heeft wel gelijk. En want ik ben naar hem gaan luisteren. En wat ik heel mooi vond, is dat hij dus aangeeft dat al die goeroes, zelfhulpboeken, die geven aan om niet te streven naar perfectie. En dan dat je je best moet doen. En dan genoegen moet nemen met je best doen. Als er 1 zin is, als er 1 zin is waar ik een beetje al mijn haren van recht van overeind ga van staan, is ik ga mijn best doen. En soms zeg ik dat zelf ook en dan hoor ik mezelf. Denk van, weet je, je gaat je best doen. Nee, of je gaat iets doen of je gaat het niet doen. Daarin ben ik heel rigoureus, heel zwart-wit. Want ergens als je zegt, ik ga mijn best doen, is mijn mening. Als je het niet mee eens bent, hoef je niet mee eens te zijn. Dan ergens voelt het voor mij alsof je niet verantwoordelijkheid wil nemen voor het resultaat. En dat is dus wat deze meneer gisteren ook zei. Van onze maatschappij is helemaal op ingericht om alles te doen om niet te falen. En dat is de reden waarom mensen niet meer streven naar perfectie. En dat is de reden waarom mensen zeggen, ik ga mijn best doen. Want daarmee, dat is mijn invulling van zijn verhaal, hè, want daarmee, en dat zo vind ik dat, geef je eigenlijk van tevoren al aan iemand, ik ga mijn best doen, maar als het niet lukt, dan weet je, ik heb mijn best gedaan. Don't shoot the messenger. En wat ik heel mooi vond van zijn boodschap is even die mindshift maken. Het gaat er niet om dat je perfect moet gaan doen. Het gaat erom dat je moet streven naar die perfectie. En met perfectie wordt er aangegeven van beter worden in wat je al aan het doen bent. Of beter worden in waar je graag beter in wil worden. Net zoals sporters, die streven altijd naar perfectie. Met andere woorden, ze willen hun tijd bijvoorbeeld perfectioneren. Of ze willen hun move perfectioneren. Dansers hebben dat ook. Die willen graag hun moves perfectioneren. En dan denk ik van, ja, waarom kunnen wij niet streven naar perfectie in ons werk of de dingen wat we doen? En dat is niet zozeer om perfectionistisch te zijn, dat is wat anders. Maar echt om naar de next level te gaan in hetgeen wat je aan het doen bent, in je leven. En
Omdat wij zijn heel erg gericht om falen te ontwijken. Terwijl falen hoort bij het leven. En wat ik heel mooi ook vond, dat wat hij gisteren vertelde. Stel je voor, hè, jouw huisarts zou bijvoorbeeld niet streven naar perfectie. Hè, dus beter worden in zijn vak. Dat betekent dat hij jou allemaal medicatie meegeeft. En denkt, nou, kijk hoe het, bij de, hè, kijk hoe het valt bij Daily. En ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Als Daily ziek wordt, dan weet je, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. En hij zei ook van heel veel beroepen van mensen die met mensenlevens werken. Of nou ja, hij had zelf toen een bedrijf wat ging over, volgens mij reden hun busjes of mensen rond. Hij zegt, hij heeft echt een protocol voor zijn medewerkers. Omdat hij streeft naar die perfectie in zijn werk. Omdat zij werken met mensenlevens. Dus dat vond ik echt wel een hele mooie eye-opener. En dat is wat ik ook aan iedereen wil meegeven deze week, maar ook de komende weken. Alles wat je doet, streef naar die perfectie voor jezelf. Met andere woorden, streef naar jezelf verbeteren, groeien, naar de next level gaan. In dat opzicht is dat ook je zielsmissie, denk ik dan, hè? Om als ziel te groeien. En falen hoort bij het leven. Door te falen, leer je weer meer over jezelf. En dat brengt mij dus bij, vanmorgen zat ik op de fiets naar Abraham Hicks te luisteren. Want ik hou ervan om daar naar te luisteren, om mijn energie hoog te houden. En daar ben ik aan het luisteren. En ondertussen ben ik tien andere dingen aan het doen. Dus ik ben aan het fietsen, ik moet op het verkeer letten. En ondertussen gaat mijn hoofd er ook nog eens een keer een verhaal van maken. Dus ik luister dan met een kwart oor of een half oor naar Abraham Hicks. En toen zei zij ook van, er zijn verschillende manieren waarop wij geïnspireerd raken. En het is of een positieve manier of een negatieve manier. En toen haakte ik alweer af toen ik dat hoorde. Want toen ging mijn hoofd er wat van maken. En toen hoorde ik niet meer wat ze allemaal zei. Toen dacht ik, ja, dat sluit heel mooi aan bij het verhaal van gisteravond wat ik hoorde. En dat is op een negatieve manier voor ons leren is door middel van falen. Maar daardoor kom je wel in actie. En dat is geïnspireerde actie. Of door een positief iets. Dus je krijgt een ingeving en je gaat er direct op handelen. Wat het ook is, wat de bron ook is van jouw handelen, dus van waaruit je inspiratie komt, je komt toch wel in actie. Dus dat is in ieder geval mooi. Dus falen is om te leren. En geef jezelf ook toestemming om fouten te mogen maken waar je van mag gaan leren. Want anders, ja, anders kan je gewoon niet groeien en dan kom je gewoon niet vooruit. Dus dat was even de preek van Daily, voordat we gaan beginnen. En daarnaast heb ik nog iets anders wat ik met jullie wil bespreken. Dus tell me, wat zijn jullie gedachten? Ik krijg allemaal verzoeken van mensen die mee willen doen aan mijn live video. Dat doe ik helaas niet. Of het is per ongeluk dat jullie op die knopjes drukken. Soms wordt je beeld een beetje wazig. Ja, ik heb hier goed beeld, dus daar kan ik nu even niks aan doen. Laat even weten wat jullie gedachten zijn over streven naar perfectie op de wijze waarop ik dat net met jullie heb gedeeld. Goed, deze week, de week van 2 november, heb ik een aantal kaarten getrokken om de week in te luiden. En ondertussen laat even weten van wat jullie van de denkwijze vinden of denkwijze vindt wat ik net heb omschreven. Ik heb een deck waar ik bijna nooit mee werk. Toen dacht ik van, goh, why not? Ik wilde zo graag die kaarten hebben. Dan heb ik ze en dan werk ik er niet mee. Deze week is The Green Man. Ik pak even zo. The Green Man. Ik hoop dat iedereen kan zien. Is de energie van The Green Man. En The Green Man zegt, the forces of nature favor you. Oké? Okay? Dus the forces of nature favor you. Dus de natuur en de krachten van de natuur, daar ga jij voordeel bij hebben of profijt uit halen als je daarmee in contact komt. En vooral als jullie die energie zo heftig voelen. Ik voelde gewoon gisteren, toen werd ik ook echt geleid door inspiratie, dat ik iets moest doen. Ik voelde gewoon aan alles van, oké. Ik voel dat mijn community nodig hebt om even liefdevolle woorden van mij te ontvangen. En niet zozeer van mij,
Maar gewoon in general. Maar ik voelde me wel geroepen om die woorden dan, hè, als spreekbuis, als zuiver kanaal aan jullie door te geven. En toen kreeg ik echt hele mooie reacties. En één reactie, daar moest ik eigenlijk om huilen. En deze dame raakte mij enorm. En het was gewoon de zin die ze had geschreven van aan het eind. Toen schreef ze, volgens mij heb jij half niet eens door. Zoiets van wat ik voor de ander beteken op dat soort momenten. Toen dacht ik, ja, nou, ze heeft helemaal gelijk. Ik voel op dat moment dat ik iets moet doen. En dan handel ik er ook gelijk naar. En dan denk ik helemaal niet van, goh, hoe zou Pietje dat ervaren als ik dat nu ga zeggen? Of ik verwacht ook helemaal niks terug. Het enige wat ik dacht van, ik voel de inspiratie en ik handel erop. En ik geef dat aan de mensen. En toen kreeg ik zulke mooie, liefdevolle boodschappen terug. En toen dacht ik, ja, weet je, als wij dat nou allemaal gaan doen. Hè, als je inspiratie voelt. En je voelt van, goh, ik kan iemand anders een hart onder de riem steken. Ik kan iemand anders helpen. Ook al is het een voorbijganger op straat die je ziet. Weet je, ik heb ook wel eens dat ik een vrouw zie met heel veel tassen. Denk, nou, ik heb toch mijn fiets met een grote bak. Zeg ik, nou, kom maar. Zet me bij mij in mijn bak. Heel veel kijken me altijd aan van, wat moet ze van me? Als ik dat doe, is niet de eerste keer namelijk. En anderen die maken gebruik van mijn diensten. Weet je, het zijn gewoon de kleine dingen. Als ze elkaar kunnen helpen. Dus als je die inspiratie voelt om een ander te helpen. Dat is een beetje de boodschap van mijn of dat is een beetje de kern van mijn boodschap. Help de ander ook zonder daar iets voor terug te verwachten. Oké? Goed. Dus the forces of nature favor you. En de forces of nature zijn wat mij betreft niet alleen maar de natuur ingaan. Het is bijvoorbeeld ook je wierookje branden, je huis reinigen en zuiveren. In contact komen met moeder aarde door middel van meditaties. Vraag ook aan moeder aarde om je te zuiveren. Om je goed te verbinden met haar, met de aarde. Dus dat je geaard bent. Aan de andere kant, ja, als je niet fijn vindt, moet je niet doen. Maar ik vind het altijd lekker als ik ga wandelen om bepaalde bomen even mijn hand erop te leggen. Gewoon puur voor het contact. Of lekker blootvoets buiten te lopen in je tuin. Dit gaat er ook over water. Water is helend. Als je naar een strand kunt gaan of naar de zee kunt gaan. Weet je, alles wat te maken heeft met natuur. Je kan ook gewoon in je huis wat meer groene planten in je huis plaatsen. En dat wat jou gaat helpen om meer te connecten met de natuur. Want vooral nu, met die heftige energieën, is eigenlijk de natuur de beste plek om tot jezelf te komen en tot rust te komen. Ik word heel afgeleid door mijn haar. Oké, even focussen, Daily. Daarnaast kwam de zon. Wauw. Voor deze week. De zon is altijd een hele mooie energie. Het is een hele mannelijke energie. Dus het is de yang. De yang energie. Ik heb trouwens een reading opgenomen over... wat leuk dat je een boom hebt geaaid. Ja. Ik heb een reading opgenomen over manifesteren. De beste tips om te manifesteren. Althans, de tips die ik nu alvast aan jou kon meegeven, heb ik er in die reading gestopt. Aan de hand van wat ik heb. Ik ben gaan channelen natuurlijk. Dus aan de hand van mijn channeling. En de zon is een hele mannelijke energie. En wat mij dat dan dus ook weer vertelt, is van, er staat ook, your perseverance is rewarded. Als je voelt, als je niet lekker in je vel zit en je voelt je niet goed, als je geen actie onderneemt, gebeurt er ook niks. Dus deze kaart nodig je ook uit om deze week actie te ondernemen op alles waarvan je vindt, hier moet ik nu iets mee doen. Ik had afgelopen weekend ook voor mezelf van sommige routines die ik heb, dat werkt gewoon niet meer. Dus ik ben gaan nadenken, wat kan ik veranderen? Wat betekent dat voor mij? Wat gaat het me allemaal opleveren? En ik ben daar actie op gaan ondernemen. En daardoor voel ik me ook weer nog beter. Jouw prioriteit zou moeten zijn dat jij je goed voelt. No matter what. En met goed voelen betekent niet dat je niet verdrietig kunt zijn. Of geen pijntjes kunt hebben. Emotioneel pijn kunt hebben. Of dat je niet kunt helen of aan jezelf kunt werken. Dus ik heb het niet over elke dag happy de peppy zijn. In die zin dat je alleen maar positief moet denken. Nee, het gaat er ook over van actie ondernemen op de momenten dat je zoiets hebt van oké, ik verval weer een oud gedrag. Of ik ga nu weer heel erg in de 3D mentaliteit, mindset, victim consciousness, zoals we dat mooi noemen, de 3D, hè? Dus de slachtoffermentaliteit. Daar ga ik heel erg in zitten van, god, er wordt mij van alles aangedaan.
onderneem daar actie op. Want jouw goed voelen zou jouw prioriteit moeten zijn. Goed, onderkant dek was dus de zon. En achter de zon stond, was de hand of fate. En ik dacht, ja, dat moet ik gewoon meenemen. De hand of fate. En wat ik gewoon heel mooi vind van deze kaart is letterlijk het ingrijpen van het universum. Maar je ziet ook alle... Ik ga even inzoomen. Je ziet ook alle... Ik ga eerst even in deze kamer alle symbolen erin staan. Van de astrologie, de planeetstanden en dergelijke. En de planeten en je sterrenbeeld. En wat ik gewoon heel mooi vind is dat deze kaart, de hand of fate... Hè, deze kaart zegt ook van... Forces beyond your control intervene. Dus... Hou rekening mee met dat jij natuurlijk een plan hebt voor je leven. Over hoe dingen zouden moeten zijn. Maar er zijn ook andere forces, krachten aan het werk voor jou. Als je het gevoel hebt dat een kracht tegen jou werkt. Is het misschien de uitnodiging om jezelf af te vragen van... Goh, wat wil deze kracht mij nu vertellen? Zoals de Mercurius retrograde. En alle miscommunicaties of alle relaties die tot een eind komen. En... Ik heb dat deze week ook meegemaakt met een persoon. En daar heb ik echt geleerd. En deze persoon en ik gaan way back met elkaar. En nou ja, weet je, dat is ook de relatie. En in de toekomst zal die relatie ook nog zijn. Maar ik heb wel geleerd om te reageren, maar ook meer niet te reageren. Snap jullie een beetje wat ik bedoel? Dus je reageert wel, alleen niet vanuit emotie. En dat is ook de kracht van deze kaart. Hè? Want forces beyond your control intervene. Met andere woorden, ik heb geleerd dat het niet aan mij is om, ondanks dat ik het totaal niet goedkeur wat er gebeurt, dat het niet aan mij is om te gaan denken van, goh, weet je, laat me jou eens vertellen dat of laat me je laten zien dat. Nee, want ik weet gewoon, er zijn forces beyond my control die intervene. En zowel ten goede, maar ook ten nadele van iemand. En alles wat je doet is de wet van oorzaak en gevolg, oftewel karma. Houd daar rekening mee. Dus als jij ziet dat je heel veel dingen geeft, maar het pakt niet uit zoals je dat wilt. Misschien mag je gaan kijken naar je intentie. Of er zitten lessen voor jou in die je nog mag leren. En dat je daarom het gevoel hebt alsof zaken tegen jou werken. En dat is dus waarom ik heb geleerd in deze specifieke situatie met deze persoon om te reageren, maar ook weer niet te reageren. Met andere woorden, als ik reageer, zit er totaal geen emotie bij. Ik reageer vanuit neutraal. Want ik weet, forces beyond my control will intervene. Oké? En dat vertrouw ik ook op. Dus ik voel me niet meer geroepen en verantwoordelijk om niet anders te reageren dan vanuit een neutrale rol. Dus deze week voor jullie, dit is trouwens ook de kaart van... een beetje het Rad van Fortuin, de tarot, de wheel. Het universum grijpt toch wel altijd in. Je wordt altijd gedragen. Je wordt altijd geleid. Dat zegt ook deze kaart. En tot slot moest ik deze meenemen. Dat is de Sphinx. En dat is choose your words carefully. Nou, ik kan behoorlijk duidelijk zijn of direct zijn in mijn communicatie. Dat weet ik. Dus voor mij is het in bepaalde situaties dat ik echt even denk van... Oké, goed, hoe gaat de ander nu reageren als ik hem gewoon, als ik de boodschap gewoon drop zoals die is? En meestal is dat ook gewoon zo. Alleen niet iedereen kan daarmee omgaan. En misschien ben jij ook wel zo. Hou je gewoon van duidelijkheid en helderheid. Maar in bepaalde situaties en met bepaalde mensen weet je gewoon dat je wat tactischer en strategischer om mag gaan. Aan de andere kant is deze kaart ook, wat ik dus in het begin vertelde over als voorbeeld, als je die stemmetjes hoort, hè, dus jouw criticus, jouw innerlijke criticus, als die weer op komt zetten. Want er staat ook, choose your words carefully. Woorden hebben kracht, woorden hebben echt heel veel kracht. Dus ook als je met jezelf in gesprek bent deze week, spreek jezelf toe vanuit een liefdevolle manier, vanuit een constructieve manier, vanuit een manier waarop je zoiets hebt zo wil ik graag dat anderen ook met mij tot mij spreken, of zo wil ik graag ook tot anderen spreken. Dat is wat ik wel altijd doe. Dat ik nadenk over mijn handelen.
over hoe wil ik graag dat het bij mij wordt omgegaan. En dat zegt deze kaart ook. Dus deze week verbind je wat meer met de natuur. Vooral als je merkt van dat je, ja, dat je dat kunt gebruiken. Dat je niet lekker in je vel zit. Maar ook als je zoiets hebt van, goh, ik voel dat ik wat meer mag gronden, mag aarden. Of wat dichter bij mijn eigen natuur mag komen. Dus het gaat ook over authenticiteit, wat dichter bij jezelf blijven. Ja, de zon gaat voor je schijnen zodra je in actie komt. Dat is een beetje de boodschap van deze kaart. Wil je dat dingen anders gaan, wat meer stroom, onderneem actie. Trouwens een hele mannelijke energie, masculine energie. Het kan ook te maken hebben dat je deze week met heel veel mannen te maken krijgt. Want de green man is de man, is een man. En de sun is ook hele mannelijke energie. Dus let daar ook op dat je niet gaat clashen. Geldt ook voor mij. Dat je niet gaat clashen met mensen van het andere geslacht. Of van hetzelfde geslacht, maar waarbij er een hele sterke masculine energie aanwezig is bij die persoon. Waardoor je het gevoel hebt dat je jezelf kleiner moet maken of dat je je niet prettig voelt. En wat er ook gebeurt deze week, ook al denk je van, oh my god, help, ik snap er helemaal niks meer van. Alles gaat zoals het zou moeten gaan. Ja? Maar jij bepaalt hoe je het wilt ervaren. Alright? Goed, verder had ik nog meer kaarten getrokken voor deze week. En heel belangrijk is de zelfdiscipline. Ja, wat in jouw leven of op welke momenten kom je je afspraken met jezelf niet na? Of zit je weer in de uitstelgedrag, in het heerlijke zelfsaboterend gedrag? Wie doet dat wel eens, toch? Oh jee, mijn verbinding valt weg. Hé, mijn verbinding viel even weg. Het begint weer. Dus ik zei, wie doet dat wel eens? Zelfsaboterend gedrag, uitstelgedrag. Niet meer doen. Of ga er anders mee om. Ja? Accepteer dat je het doet. En kom in actie om dat anders te doen. Ik heb trouwens heel veel rood hier liggen in de kleur. Rood, oranje. Dat is heel vurig. Dus let ook deze week echt op jezelf. Dat je dus niet, wat ik net al zei, gaat clashen. En kom in actie. Dat is een beetje de boodschap van deze week. En kies voor jezelf. Ja. Niet zozeer doen wat gewenst is of wat mensen van je verwachten dat je zou doen. Als je voelt dat je iets anders moet doen, dan kies voor jezelf. Alleen zijn betekent niet dat je eenzaam bent. Sommige mensen die alleen zijn voelen zich wel eenzaam. Maar bekijk het eens op een andere manier. Het alleen zijn. Maar ook de keuzes die je maakt. Wat zou jij zelf besluiten? Oh, ik heb een haar in mijn mond. Momentje hoor. Nu heb ik overal lippenstift op mijn nagel. Gezellig. Hoort er allemaal bij tijdens de live sessie. Verder deze week aandacht voor personal growth. Nummer 7 is een heel spiritueel getal. Dus blijf je connecten met spirit. Blijf je ziel voeden. En hoe voed je onder andere je ziel? Door middel van muziek. Naar welke liedjes kun je luisteren? Die jou in verroering brengen. Maar ook die helend zijn. Maar ook waar je energie van krijgt. Hè? Heel belangrijk. Muziek, muziek, muziek. En personal growth. Voor degene die nog steeds zoiets hebben van zal ik het wel of zal ik het niet doen, ga je dromen achterna. Niks of niemand houdt jou tegen behalve jijzelf. Heel belangrijk. En voor de mensen die dat voelen en nodig hebben, neem ook regelmatig pauzes voor deze week. Want doordat je een pauze neemt, een break, is er weer ruimte voor nieuwe energie en voor inspiratie. Dat vergeten wij heel vaak. Als je net als ik al deze dagen lekker tegen de stroom inging met al mijn werk, vooral mijn readings niet, die gingen echt super lekker. Ik was ook heel goed verbonden. Maar als je merkt dat je tegen de stroom ingaat, surrender, overgave. En overgave is altijd een hele lastige. Want soms denk je dat je in overgave bent, ben je helemaal in overgave. Wanneer ga je bijna altijd in overgave? Dat is zelf heel dramatisch, maar dat is misschien ken je dat ook wel. Dat je het echt allemaal niet meer ziet zitten. Je bent heel hard aan het huilen en je hebt alles gedaan. En je voelt je zo'n slachtoffer en je kan er niet meer tegen. Dat je eigenlijk letterlijk zegt van,
doe maar wat je wilt. heel dramatisch, hè? Kan er niet meer tegen. Of ik kap ermee. Maar dan is het echt extreem. Dan ga je meestal wel direct in overgave. Want wat je doet is je geeft waar je ook mee zit over aan een grotere macht dan jij. Ik was heel erg benieuwd naar of jullie daar wel eens over nadenken. Of dat jullie daar actief mee bezig zijn. Als je gevoelig, trouwens iets heel anders hoor. Als je gevoelige kinderen hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook een gevoelig kind. In deze periode, hoe kun je hun ondersteunen? Ik weet dat wij volwassenen bijvoorbeeld baat bij hebben. Vooral de gevoelige mensen onder ons aan een routine. Dus ik heb bijvoorbeeld een ochtendroutine, een avondroutine. Nu hou ik me daar niet altijd aan. Maar er zijn wel standaard dingetjes wat ik wel gewoon elke dag doe. En wat mij helpt om heel erg dicht bij mezelf te blijven. Maar ook goed en lekker in mijn vel te blijven zitten. Doen jullie dat ook met jullie kinderen? Voor de moeders onder ons. En dan heb ik het met name over kinderen vanaf die nog jong zijn. Dus laten we zeggen tussen 4 en 12 jaar. Als je een kind hebt. Want dan ben ik daar heel erg nieuwsgierig naar van wat je doet. Want vanmorgen dacht ik ineens van goh. EFT pas ik wel eens bij hem toe. Natuurlijk hebben we momentjes dat we met elkaar zitten. Maar ik doe niet consequent iets in die zin. Ik vind het ook fijn dat hij het fijn vindt als we wat doen. Maar ik dacht van ja, misschien is het ook wel fijn vooral voor de gevoelige kinderen in deze tijd. Dat wanneer ze wakker worden om even te connecten met zichzelf. Op natuurlijk een voor hun een plezierige manier. En ik was dan eigenlijk op zoek naar tips van ouders die dat wel doen. Of nou ja, misschien ben jij zelf ook op zoek naar tips. Laat dat even weten. Verder. Love, heel belangrijk deze week. Liefde, liefde, liefde. Liefde voor jezelf en lief zijn voor jezelf. En goed voor jezelf zorgen. Oké, laat even in de comment wat weten. Ja, absoluut jongetje van 9. Oké, en wat doe jij dan? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Want ik denk, ja, wij hebben het erover. Nou, de kinderen van tegenwoordig zijn heel bewust. Wij hebben het erover. Nou ja, sommige kinderen die voelen van alles. Wat ik altijd zo bijzonder vind is voor de lockdown dat ik nog naar binnen mocht. Dan kwam ik wel eens bij op volle maan of nieuw maan. Of er was een dubbele, of het was een poortdag. En dan kwam ik aan op school en dan waren al die kindjes aan het huilen. Dan dacht ik, ja, die voelen dat natuurlijk. En ik denk van ja, hoe kunnen wij onze kinderen daar nog meer in ondersteunen? En niet zozeer vanuit dat ze het zelf niet aankunnen. Maar meer van dat we ze nu al leren. Want de eerste 7 levensjaar worden ze gevormd. Hè? Hun denken, dat is bepalend voor de rest van je leven. Is met jou ook gebeurd. Dus hoe kunnen we hun nu alvast leren om te gaan met hun hooggevoeligheid. En daarnaast hoe ze dicht bij zichzelf kunnen blijven. Want toen ik die leeftijd had, ja, werd er helemaal niet over gesproken. Dus iets van tegenwoordig. En ik heb zoiets van, ja, het is wel onze taak als ouders om daarin onze kinderen en ook onze puber, hè, want ik zeg nu bijvoorbeeld 9, van 5 tot 12, maar ook de wat oudere kinderen, om hun daarin te ondersteunen. En natuurlijk zien ze wat wij doen, maar hoe fijn is het ook als wij met hun daar samen iets in kunnen doen, toch? Deze week, meeste getal 99 is er uitgekomen. Weer heel veel vuur. Deze week. Oké. Een mooie week. Ik ga nog even kijken naar deze week. Oké, heel veel kaarten. Heel veel kaarten. Ga ik ze nemen? Ja, natuurlijk ga ik ze nemen. Dat is ook een mooie kaarten. Oké. De 5 of winter is de onderliggende energie. En de onder is wel de full kaart met de wheel. Dus dat is op zich mooi. Wat ik net al zei en wat ik dus ook al voelde. En ik krijg ook een beetje kippenvel ervan. Ik hoop dat je het goed kan zien. Is de 5 of winter. Ja. Ik ben niet op mijn nagellak vandaag. Ik heb trouwens ruzie gehad met mijn nagellak. Volgens mij is alles wel weg van mijn vingers. Ja. Dat krijg je als je op het laatste moment bedenkt. Van, goh, ik wil een andere kleur nagellak. Typisch. De 5 of winter. En dat zijn de Cali Dogs. En deze kaart is wat ik net al voelde. Wat ik hier net zei over choose your words carefully. Let op dat je deze week niet gaat clashen met mensen. En vooral niet van die, het zijn een beetje van die nutteloze
nutteloze discussies met mensen hebben. Hè? Nogmaals, Mars is nog steeds retrograde tot en met 13 november. Mercurius, volgens mij zijn er nog meer planeten in retrograde. We hebben net die volle maan gehad. Mensen zijn gevoeliger dan ze denken. En vooral zij die niet echt op het spiritueel pad zijn. Ja, weet je. Jij weet wat een beetje de achtergrond op dit moment is. Wat er allemaal in de kosmos hangt. Maar let erop dat je deze week niet zomaar met mensen gaat clashen. In die zin dat jij eigenlijk uitgedaagd wordt door de ander om discussies aan te gaan. En dat is wat ik dus net ook zei over reageren, maar ook weer niet reageren. En daarmee bedoel ik van als je reageert, reageer vanuit een neutrale reactie. Ik kan soms, dat doe ik ook wel eens bij mijn kind, doe ik alsof ik boos ben. Zeg nee, met zo'n gezicht, terwijl ik ben helemaal niet boos. Maar soms moet dat gewoon, want anders snapt hij niet van, oké, okay, nou 20 keer vragen en ik heb 20 keer nee gezegd bij wijze van spreken, ja, dan is het klaar. Nou, 20 keer is al te veel, maar ik geef even nu een stomme voorbeeld. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is, hoe zeg je dat? Het is ruimte bieden, dat is wat ik dus wil zeggen. Maar ook wel je grens aangeven en daarin vanuit neutraal. Dus geen emotie, geen ondertoon, geen bijbedoelingen. Ja? Want sommige mensen zijn gewoon heel prikkelbaar deze dagen. Andersom ook, als jij zoiets hebt deze week van, nou, hè, ik ga even de strijd met je aan, man. Zo. Of ik zal jou eens vertellen, man. Zo. En dat je je mouwen gaat opstropen, bij wijze van spreken, dan wel met taal gebruiken. En dat je dan, zeg ik als verbale diarree, hè, dat je dan verbale diarree gaat hebben of iemand anders. Weet je, als het je allemaal niet waard is, niet doen. Het is allemaal heel, heel erg ego. En dat is een beetje de underlining energy. Even kijken. Open blijven, denk ik, op hun niveau. Ik heb ook een gesloten opvoeding gehad en dat heeft me wel gemaakt. Natuurlijk, er zit ook geen goed of fout. Er is eigenlijk alleen maar inzicht. Maar wat ik wel merk is dat we leven in een hele andere tijd. En ja, alles gaat in een rap tempo. En het lijkt alsof al die kinderen van tegenwoordig uber gevoelig zijn. Maar nog steeds hebben we wel te maken met een generatie die daar toch anders in zit. En dat merk ik ook gewoon in mijn omgeving. Dat bijvoorbeeld mensen hun kinderen willen veranderen. En dan denk ik van, waarom wil je nu al je kind gaan veranderen? Waarschijnlijk hebben jouw ouders dat ook bij jou gedaan. En nou ja, dat is dan wel of niet goed gelukt. Maar waarom kan je het kind niet kind laten zijn in hoe die is? Maar dat je het kind leert hoe die om kunt gaan met zijn talenten en gaven. En dat is wat ik denk ik van, waar ik ook een beetje naar op zoek ben van, hoe gaan we om met de kinderen van tegenwoordig en hun gevoeligheid? Althans, dat is mijn, dat zou ik best wel willen weten. En hoe kunnen we hun leren dat hun gevoeligheid een kracht is? En dat ze die op een juiste manier voor zichzelf, maar ook voor anderen kunnen inzetten. En hoe ze dan kunnen omgaan met mensen die nog steeds een beetje niet meegaan met de stroom van tegenwoordig. Die nog steeds, wat mij betreft, volgens mij 80% van de bevolking, volgens mij. Die nog steeds hoogsensitiviteit en dergelijke beschouwen als een, ja, sommigen beschouwen het echt als een fabel of als een tekortkoming. Terwijl ik denk van ja, weet je, het is gewoon je talent. Autistische mensen bijvoorbeeld, die hebben weer andere mooie talenten waar we meer gebruik van kunnen maken. Maar dat doen we ook niet, want we benaderen hun vanuit hun klacht, vanuit het probleem. Oké. De underlying energy is dus de 5 of winter. Let dus op deze week op clashes, op discussies die helemaal nergens omgaan. Aan de andere kant, waar ik het dus net ook over heb gehad, is als je merkt dat jij met mensen te maken hebt, of nee, laat me eerst dit zeggen. Als je te maken hebt met zelfsaboterend gedrag, waar ik in het begin ook al over heb gesproken, hè, dat ik daarom die TED Talk heb gekeken van over streven naar perfectie, dat het juist heel goed is. En dan niet perfectionistisch zijn, maar streven naar beter worden. Dus als je deze week tegen jouw patronen aanloopt, en dat doet Mercurius Retrograde wel heel mooi, die laat jou steeds zien welke patronen jij aan mag werken. Dus als je deze week tegen patronen aanloopt en je hebt zoiets van, ja, dat werkt allemaal niet meer voor mij, kom in actie en wees daar vurig over. En aan de andere kant, het was deze kaart, wees begripvol, maar hou wel de verborgen agendas van mensen in de gaten en jouw grens is jouw grens. Oké? Okay? Very important. Laatste wat ik daarover heb gezegd. The 9 of Spring. Met de 4 of Winter ligt daaronder. De 4 of Winter is de koala beer. Lief, hè? Ja, dat is je rust nemen. Echt je rust nemen.
En dat was ook, denk ik, wat is die kaart? Dat is deze kaart, hè? De time-out. Die we hebben gezien. De time-out. Sommigen van jullie moeten echt een time-out nemen. Ik ook. Ga ik ook doen. Even lekker tot jezelf komen. Nogmaals, de energieën van deze week waren echt heftig. Dus de Four of Winter is even die time-out nemen. En time-out nemen kan op verschillende manieren. Je kan gewoon ook echt letterlijk eventjes weggaan. Een weekendje weggaan als het kan. Of gewoon rustiger aandoen. Kijken naar je dagindeling. Kijken naar van wanneer ben ik nou het meest energiek. Doe dan zoveel mogelijk. En de rest van de dag ga je gewoon lekker met de flow mee. Of je gaat wat meer middagdutjes doen. Wat ik dus heb gedaan al deze dagen. Heb ik allemaal powernaps gedaan. Er zijn verschillende manieren voor time-out. Waar het dus om gaat is dat je even één woord weer met jezelf. Want je hebt heel hard gewerkt de afgelopen periode. En heel hard werken hoeft niet eens te zijn letterlijk arbeid. Zie je, word ik weer afgeleid door mijn haar. Oké. Hoeft niet te zijn letterlijk arbeid. Maar het kan ook al het innerlijk werk zijn wat je de afgelopen periode hebt gedaan. En heel veel innerlijk werk gebeurt op onbewust niveau. Dat voel je niet. Maar soms word je echt wakker en denk je van, oh, weet je. Maar dan is er zoveel gebeurd. Dan heb je een shift gehad, de upgrades in je energetische DNA. Misschien voel je ook gewoon alle verschuivingen. Misschien voel je ook dat we echt 2020 vaarwel gaan zeggen, dat we naar 2021 gaan. Nou, voor mij begint al dit jaar pas echt in de lente. Maar goed, onze klok is wel afgestemd op 31 december. Dat dan per 1 januari een nieuw jaar begint. Ja, en misschien heb je ergens onderhuis nog alvast angst over het nieuwe jaar. Omdat dit jaar zo bijzonder is geweest voor een heleboel van ons. Dus wat het ook is, waar je dus nu ook mee te maken hebt. Deze kaart gaat erover dat jullie echt wel moe zijn. Dat jullie op zijn en dat je niet mag opgeven. Dat zegt deze kaart. Maar dat je juist mag gaan kijken van hoe kan ik de dingen anders gaan doen? Waar loop ik steeds nou op leeg? Hoe komt dat? En ook echt de dingen waar je op leeg loopt, actie op ondernemen. Anders blijft dit, hè, het is ook een heel mooi, de zon vind ik altijd heel mooi. Dat is natuurlijk een cirkel. Anders blijft dit zo doorgaan. En voor een aantal van jullie is het al gebeurd. Of het gaat gebeuren. Op een gegeven moment grijpt het universum gewoon in, hè. Want het universum heeft het beste met je voor. En daarom is het dan goed om je weer te gaan verbinden met de natuur. Of met je eigen natuur. Met andere woorden, wat voor jou belangrijk is. Even kijken hoe laat het is. Ja. Daarnaast ligt de Nine of Autumn. Dat vind ik een hele mooie kaart. Het is de kaart van... Prachtige kaart ook. Of een prachtige poes of kat. Wat is het? Mooi, hè? Ja. Dat is de Ragdoll Cat. En als je dus actie gaat ondernemen op je moe voelen. En je gaat naar binnen keren. En je gaat erover nadenken wat voor jou werkt. En je gaat zaken implementeren. Ja, dan ga je daar gewoon succesvol in zijn. Dan krijg je als het ware je kracht weer terug. Dit is de kaart van onafhankelijk zijn. Dit is de kaart van financiële zekerheid. Dus een paar van ons deze week. Want nogmaals, wat ik hier doe is allemaal heel algemeen. Als het met je resoneert, geef deze reading een thumbs up. En laat een comment hier onder deze video achter. Maar een aantal van ons gaan deze week echt wel zien dat in je carrière, dus je werkend leven, dat vanaf nu, vanaf deze week echt wel anders gaat. Ja? Misschien ga je meer verdienen. Of je komt met een idee waarmee je geld zou kunnen verdienen. Dus financieel gezien gaat het je wat meer voor de wind. Voor een aantal van ons. Als het niks te maken heeft met financiën. Of je krijgt een leuke meevaller. Dat kan natuurlijk ook. Dan gaat het erom dat je echt wel in je kracht gaat komen deze week. Omdat je de juiste acties gaat nemen. Ja? En wat ik dus net ook al zei in het begin. Je moet doen wat goed is voor jou. En niet voor anderen. Alright. Daaronder ligt de Strength kaart. Wauw, mooi hè? Heel mooi. Zowel het lammetje als de leeuw ben jij. Dat zit in jou. En het lammetje is de pure onschuld. Maar ook een nieuw begin. En de leeuw is beheerst. Want leiderschap is ook de energie van beheerst. Hè? Beheerstheid. Of autoriteit bedoel ik. Maar de leeuw is ook autoriteit. En het wordt deze week tijd dat je echt naar jezelf gaat kijken vanuit de ogen van het lammetje. Dus wat heb jij nodig? Hè? Bekijk jezelf als iets puurs, iets onschuldigs. Alsof je een kind bent. En wat heb jij als kind dan nodig? En hoe kan je ervoor zorgen dat jij dat dan jezelf daarin gaat voorzien? Wat het ook is. Wat jij ook nodig hebt. Hè? Voor de ene is het, ik noem maar wat, een bak ijs. Maar nee, maar een ander kan het zijn dat je
lekker maar in bed mag duiken en heel lang mag gaan slapen. Een schouder hebben om uit te huilen. Denken over je toekomstplannen. Wat het ook is, doe dat. Ja, want dat geeft jou ook weer power. Dat zet jou ook weer terug in jouw kracht. En dit vind ik ook heel mooi. Dit is een sea turtle. En wederom wordt er aan jou gevraagd deze week van, hè, als je actie hebt ondernomen, je weet wat je nodig hebt om toch even weer naar binnen te keren. Ik noem het altijd heel mooi reflective learning. Hè, om toch weer even naar binnen te keren en even te reflecteren. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Wat heeft gewerkt, wat heeft niet gewerkt? Wat gaf mij energie, wat vreet mijn energie? Oké, als ik dat allemaal in ogenschouw neem, ben ik op het juiste pad? Als je voor je gevoel zoiets hebt van nee, ik ben niet op het juiste pad, want ik mag nog dingen veranderen, onderneem actie. Heel belangrijk, de dingen die heel goed gaan, ook te noteren. Want als je dat ziet, dan krijg je een soort van gevoel van tevredenheid over jezelf. Oh my god, ik krijg allemaal, zie je dat? Ik was, even kijken. Jullie hebben allemaal gereageerd. Dat dacht ik al, dat heb ik allemaal gemist. Momentje hoor. Ik ga zo reageren. Dus naast de actie, de yang energie, de mannelijke energie, is het ook heel goed om stil te staan. En dat mag je gewoon vaker doen. Dat heb ik volgens mij 100.000 keer verteld, maar ik heb altijd 1 keer in de maand mijn innerlijke checkdag. Die staat ook in mijn agenda. Het is zo gek eigenlijk dat ik dat niet eens bewust meer houd. Want altijd een paar dagen voordat ik mijn innerlijke checkdag heb, kan je de klok op gelijk zetten, dan gebeurt er weer wat. Of dan ben ik aan het reflecteren, of dan sta ik bij dingen stil, of dan voel ik me emotioneel. En meestal besteed ik dan ook tijd aan mijn innerlijke kind. Nog een keer de zon. Jullie hebben 2 keer de zon deze week. Dat is de meest mooie en vrolijke kaart in het tarot, is de zon. Kan gaan over kinderen. Maar, your plans will work out. Bringing you happiness, prosperity and success. You'll garner the recognition for your accomplishments you so richly deserve. Dus blijf investeren in jezelf. Want dan krijg je de beloning. Als ik mijn dingen doe, dan laat ik het resultaat altijd los. Of dan laat ik los van hoe het terug mag komen. Ik doe het gewoon om het doen. Omdat ik voel dat ik dat moet doen. En dat heeft mij heel veel gebracht. Alle keer dat ik iets deed, en natuurlijk heb ik wel eens een verwachting. Bijvoorbeeld als ik toen met mijn hartchakra challenge, dat was heel mooi. Toen zat ik, dacht ik gewoon, oké, ik kreeg het idee tot me. Ik wil een challenge. Het zou echt tof zijn als 200 mensen zich zouden aanmelden, zei ik nog voor de grap. Toen zei ik, ja, ik ga voor de 200 man. 200 vrouwen gaan zich aanmelden. En toen heb ik het losgelaten. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest. En voordat ik aan enig marketing of weet ik veel wat kon doen, stroomden de aanmeldingen binnen. En op een gegeven moment waren het over de 200 aanmeldingen. En dat is omdat ik me niet meer bezig hield met het resultaat of de uitkomst of de verwachting. Ik heb me wel uitgesproken, maar daarna vertrouwde ik erop. En ik had zoiets van, wat er ook komt, het is mijn allereerste keer dat ik een challenge organiseer. Hoe het ook komt, het komt zoals het moet zijn. Want forces beyond my control intervene. Ik word gedragen door het universum. Dat is mindset, hè, dames. Tuurlijk mag je verwachtingen hebben, maar ga daar geen weerstand op loslaten. Dat zeg ik trouwens ook in mijn reading over manifestatie. Tot slot, deze week is heel belangrijk om te luisteren naar je intuïtie, maar nogmaals ook op te letten op mensen met een verborgen agenda. Niet iedereen die met jou lacht, heeft het ook echt goed met jou voor. Wat natuurlijk niet jouw probleem is, maar laat mensen niet jouw probleem maken. Oké? En dat heb je zelf in de hand. Als je dus merkt dat je met iemand te maken hebt die een verborgen agenda heeft, choose your battle wisely. Kies voor jezelf. Kies voor jezelf. Soms is het krachtiger om iemand door te hebben dan alles op alles te zetten om het te bewijzen dat je weet dat het zo is. Als je begrijpt wat ik bedoel. It's important to trust your intuition. Even if you're unsure of what will happen, all will be revealed soon. Nou, toen kreeg ik mail. So worry is unnecessary. Oké? En tot slot is de Two of Winter. Nou, daar hebben we het al over gehad. Over uitstelgedrag. Deze kaart doet me heel erg denken aan onze tweelingziel. Het kan best zijn dat je geen contact hebt met je tweelingziel. Die op dit moment heel erg in de defensive mode is. Dat je tweelingziel zoiets heeft van tot hier en niet verder. Als je daardoor geraakt voelt, probeer toch te kijken van hoe je de focus op jezelf kunt hebben deze week. Ik ga even kijken. Je moet je kind niet veranderen. Nee, precies. Nadrukken was heel mooi. Het is een gave, heel mooi. Daar zijn we ons heel bewust van. Goed zo. Ik ben autist en
Ik ken het wat je zei, ja hè? Komt deze reading ook op YouTube? Ja, vanavond. Mijn dochter van 13, ook HSP, krijgt naar ons verhuizing een hondje. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ja, helemaal goed. Super. Oké, ik ga nog even naar een paar dingen kijken. En dan ga ik deze reading afronden. Wat mag ik nog meer meegeven? Ik zal even wat kaarten trekken voor onze tweelingzielen. Voor deze week. Wat gaat jullie nog meer helpen? Dus deze week zijn er wat mij betreft een paar dingen echt gehighlight. Er is heel veel vuur. Er is heel veel energie. Als je moe bent. Kijk eens aan, zagen jullie dat? Als je moe bent, neem je rust. En als je energie hebt, onderneem actie op de dingen die je wilt veranderen. Daarnaast, kies voor jezelf. Ga niet met mensen in discussie waarvan je al weet van, nou, die hebben gewoon een verborgen agenda. Gaat jou helemaal niet helpen. En desnoods neem je gewoon afstand van die mensen, weet je? Volg je gevoel. Als je voelt dat iets niet klopt, dan klopt het ook niet. Ik heb wel eens, toevallig had ik gisteren met iemand een gesprek over een situatie. En ineens, dropt mijn energie. Ik weet niet of je dat kent, dan zakt je energie in één keer en dan krijg je het heel koud. Ga ik trillen. En toen dacht ik van ja, dat is een teken. Oh, de kaarten vliegen weg. Oh, nou, nog één kaart dan. Eén kaartje. Oh, jeetje. Wauw. Ik weet niet wat er al met jullie tweelingzielen aan de hand zijn, maar love is in the air, man. De kaarten worden er helemaal wild van. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar de kaarten die vlogen echt overal naartoe. Oké, we hebben het nummer 99 als meestergetal voor deze week en nummer 66. En dat is dus deze kaart, ook self-love. Deze week is heel belangrijk wat je doet aan zelfliefde. Jij komt eerst. Zelfliefde is voor iedereen anders. Laatst in mijn interview voor de podcast, toen vroeg ze wat zelfliefde. Ik zei, voor mij was het onder andere innerlijke rust. Dus voor iedereen is zelfliefde anders, maar investeer in je zelfliefde. Daarnaast kwam er uit extremes, the hot moon. Dat is dus deze kaart, ja? Oké? Dat is wat mij betreft uiterste. Nogmaals, voor de 54e of 56e keer, als je dus deze week te maken hebt met iemand met wie je niet matcht. Je kan twee dingen doen. Of je kan kijken of je begrip kan tonen voor de persoon en wat maakt dat die ander reageert zoals ze reageert. Of je kiest ervoor om daar geen energie in te steken. En wat ik nu al voor de zoveelste keer vertel. Dus je reageert, maar zonder echt te reageren. Met andere woorden, probeer neutraal te blijven in de situatie, want anders gaat er geheid discussies komen die je misschien niet wilt. Oké? Daarnaast was discernment, ook nummer 10. Die heb ik trouwens heel veel gezien trouwens. Het meeste getal 10-10 is ook hier aanwezig. Betekent onderscheid maken in wat voor jou belangrijk is of niet deze week. Heel belangrijk. Alles wat jou niet dient, waar je zoiets van hebt, nou, daar wil ik geen tijd of energie aan besteden, doe dat dan ook niet. En dan heb ik het niet over verplichtingen die je gewoon moet nakomen waar je geen zin in hebt. Maar ik heb het over interactie met mensen of energieën of whatever. Als je zoiets hebt van, dit is niet uplifting voor mijn groei. Ik neem er afstand van. En resistance. Wanneer ga jij in de weerstand? Soms is weerstand goed, hè? Vergeet dat niet. Maar wanneer ga je in de weerstand en wat vertelt jouw weerstand jou? Dat is de vraag. Voor de tweelingzielen, tot slot. De eerste kaart vind ik zo mooi. Dat is de zielsverwant kaart. Nou, dat weten we allemaal, hè. Dus de persoon met wie je nu contact hebt en waarvan je denkt van, goh, is dat mijn tweelingziel? Yes. En als je al in contact bent en je denkt van, goh, zal mijn tweelingziel aan mij denken? Yes. En als je al contact hebt met je tweelingziel en je denkt van, goh, voelt hij of zij ook wat ik voel? Yes. Oké? Okay? Ja, dit is je zielsverwant. Alsjeblieft. Oké? Okay? Als je niet in een tweelingzielenrelatie zit, maar je hebt wel een soulmate. En dit is je soulmate. Dat is ook de bevestiging. Toen kwam eruit verzoening. OMG. OMG. Dat betekent iemand uit je verleden komt opnieuw in je leven. Dat kan heel leuk zijn als het je tweelingziel is.
Heb je dat ook niet gehad al deze weken met Mercurius Retrograde? Dat mensen uit jullie verleden terugkwamen? Nou, bij mij wel. Het waren er een paar. Dat ik echt dacht van, oké. En dan als mensen dan ook terugkomen van, goh, laten we verder gaan waar we zijn gebleven. Vind ik ook wat zo bijzonder. Maar goed, dat is mijn mening. De verzoening. Die komt eraan. Iemand uit je verleden komt opnieuw in je leven. Dus het kan best zijn dat als je je tweede ziel een tijd niet hebt gesproken, als met je resoneert, dat jullie contact gaan hebben deze week. Of dat je tweede ziel aan jou denkt. Of een andere ex. Of soulmate. Of dat hij ineens voor de deur staat. Zal het aan jou? Kan ook een vriendin zijn, hè? Zal het aan jou van hoe je ermee om wil gaan? Of je het wilt of niet? Ja, de romantische gevoelens. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Je gevoelens zijn echt en de moeite waard om te onderzoeken. Dus jullie beide ervaren liefdevolle gevoelens nog steeds. Ook al heeft die persoon je dus op de blok. Dat is deze kaart ook, blok. Tot hier niet verder. De gevoelens zijn er nog steeds. En als deze persoon terugkomt, dan gaan jullie gesprekken hebben van hart tot hart. En als die persoon niet terugkomt, kun je alsnog hart tot hart gesprekken hebben met je tweelingziel door middel van telepathisch contact met elkaar te hebben. Volgens mij gaat Instagram mij zo weer eraf gooien, want ik ben weer een uur in gesprek. Maar ik vond het zo leuk om met jullie zo lang hier in gesprek te zijn. Ga ik nog wat meegeven? Even te denken. Ik denk dat ik het bij deze... Oh ja, dat wilde ik nog meegeven. Ik neem altijd heel veel dingen mee, want dan weet ik nog wat ik ga doen. Want ik laat me altijd leiden. Dus dan kan ik beter goed voorbereid zijn. Hè? Zo die, ja. Ik ga ook niet van als mijn kaart vies worden. Oké, wat ga ik nog meer meegeven aan de lieverds? En dan ga ik deze reading afsluiten. En dan wens ik jullie een hele, 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 hele mooie week. Oké, nog één laatste boodschap van Spirit voor iedereen die nu kijkt. Wat kunnen ze gebruiken? Oké, zag je dat? En deze neem ik ook mee. Het zijn er twee. Dus deze. Dit is deze kaart. Oké? En die. Oké, ga hem even voorlezen. Oké? Je intuïtie voelt voortdurend de stem van de geest en vertaalt die in emoties en gevoelens. De grote liefde en wijsheid van de geest doorstromen je voortdurend als een zacht diamanten licht. Sta even stil en voel deze prachtige energiestroom. Laat hem je hele wezen doorstromen. Jij en de geest zijn één, verbonden door onzichtbare draden van liefde. Alsjeblieft. En dit is mijn persoonlijke boodschap aan jullie. Ja? Als de beelden in je hart stroken met je eigen waarden, is alles mogelijk. Geloof in je droom, houd ervan, adem hem en laat hem je gedachten overheersen. Maar je moet ook actie ondernemen. Ja? Werk elke dag een beetje naartoe tot het je voornaamste actie wordt. Dromen moet je je eerst voorstellen, maar daarna moet je ze bouwen. Het zal je lukken als je je best doet. Oké? Kijk nog even naar mijn YouTube reading over manifesteren. Die ik heb opgenomen. Sommige mensen, dat weet ik, die slapen met mijn readings. Ja. In het begin toen ik het hoorde dacht ik, huh? Maar het is een compliment, want het schijnt dat ik een rustgevende stem heb. Maar bij deze readingen vraag ik je om niet te slapen, maar goed te luisteren. Dus nou luister je me een paar keer. En dan implementeer of haal eruit wat met jou matcht. En implementeer het dan ook door actie erop te ondernemen. Daarnaast komt ook nog de ik denk morgen dat ik hem deel. Of vandaag, moet ik even kijken. De reading voor de maand november voor de tweelingzielen. Alles wat ik hier doe is heel general, heel algemeen. Dus mocht je zoiets hebben van ik ben behoorlijk geïnspireerd. Of dankjewel delen. Of iets. Geef deze video een thumbs up, een like. Tot de volgende energieweekreading. En als je een reading bij mij wilt boeken, heb ik deze week nog ruimte voor donderdag. En anders vanaf volgende week weer. En dan zie ik jou verschijnen in mijn mailbox. En een virtuele hug voor iedereen die het moeilijk heeft deze dagen.
Hou er rekening mee. Wees lief voor jezelf en connect je met de natuur. Ciao, ciao, ciao. Dank jullie wel voor alle liefde. Doei doeg!